welkom bij een nieuw tutorial van Gemstones. Ik ga jullie vandaag eventjes iets heel anders leren. Ik heb hier een steentje en zoals je ziet is hij vrij grof. Er zitten puntjes in en gaatjes in. En ik ga jullie vandaag een tip geven over hoe kun je nou die stenen egaliseren. Ik heb hier een soort muurvuller. Nou, deze komt uit Canada, van mijn trip uit Canada. Maar het is gewoon een soort zachte plamuur die dus ook wel eens gebruikt wordt op je muur. En ik pak gewoon een klein beetje uit de pot en ik smeer dat gewoon met mijn vinger lekker in al die gaatjes om de steen, zeg maar, in ieder geval die gaatjes op te vullen. Net zoals dat je eigenlijk doet met je muur, ga je dat ook doen op deze manier. Zie, en ik zorg gewoon dat het, en ik voel dat met mijn vingers netjes, dat het in ieder geval goed egaal is, dat het in ieder geval dezelfde hoogte is als de rest van de steen. Nou, ik heb nu mijn vinger een beetje nat gemaakt en ik wrijf alles een beetje glad. Dus zie ik gewoon met mijn vinger lekker kliederen. Vinden we helemaal niet erg om onder te zitten, toch? Nou, zo simpel is het eigenlijk met de muurvuller. En we gaan het gewoon even laten drogen nu. Gewoon zorg dat alles mooi glad is. Ik kan het een beetje afdeppen zo met een stukje keukenrol. Droogt het wat sneller. En ja, deze is natuurlijk, zeg, deze is roze. Dus als die opgedroogd is, is hij wit. En dan weet je dat hij droog is. Dus, maar goed. Editen. Huppakee. Hij is droog. En hij is wit. Zie je? We gaan het nu eventjes schilderen. Nou, je kan natuurlijk gewoon witte gesso gebruiken of zwarte gesso of misschien wel blauw. Het is maar net wat je zelf wilt en wat je natuurlijk voor ogen hebt voor je steentje. Nou, ik ga gewoon meer mijn cashmere grijs gebruiken, een beetje beige. Ik zeg grijs, maar het is gewoon beige. Het is cashmere, zo'n kaki kleur, zo'n leger kleurtje. En ik doe even met mijn platte grote penseel eventjes de steen een basiskleurtje voorzien. Ja. Zo. Nou, hij is nog een beetje nat. En dan kunnen we er een mooi tintje aan geven. Ik pak mijn warm wit of mijn crème. Het is maar net wat je in de buurt hebt staan. Of voor kleuren dat je wilt bereiken. Want het is warm wit. Gewoon een dot in het midden. En ik gebruik mijn penseel eventjes om het een klein beetje te verspreiden. Zo. Nou, op dit manier gaat het natuurlijk niet zo goed. Dus wat ik heb zijn vingersponsjes. Kijk, dat zijn van die leuke sponsjes die je dus op je vinger doet. En dan ga ik gewoon eventjes dippen. 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 Wat is het eigenlijk? Zo rondom. Om zeg maar die twee kleurtjes, en omdat die beige natuurlijk nog een beetje nat is, kan je dat heel makkelijk samenvoegen met die vingersponsjes. Een gewoon sponsje kan natuurlijk ook, hoor. Knip gewoon een stukje van je keukenspons af en dat is allemaal prima. Ik heb deze keertje gekregen, dus dan wil ik het ook wel eens gebruiken. En dit is ideaal. Ik heb nog een beetje donkerbruin. Dat is gewoon wat ik nog op mijn palet heb zitten hier zo. Cinnamonbruin is een van mijn lievelingskleuren bruin, zeg maar, of tinten bruin. Dat is een beetje, zit een beetje een roodachtig tintje aan. Nou, ik doe gewoon een beetje op mijn sponsje. En eventjes het randje daarvan ga ik eventjes met die donkerbruin ook een beetje bestippelen. Zo gewoon rondom. Ik draai mijn steentje even om, dat is wat makkelijker. Stenen om te draaien, dat ik mezelf, zeg maar, in alle bochten moet gaan wringen. Zo. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Dus heb jij ook zo'n steen, zeg maar, waar je denkt van wat moet ik hier nou mee? Dat kan ik toch niet gebruiken? Of je hebt een hele lieve buurvrouw die komt aanzetten met leuke steentjes en dan hebben ze van die gaten in of ze zijn zo grof. Je denkt, ja, maar daar kan ik toch niks mee? Nou, dit is dus een oplossing. Muurverf of muurvuller is ook helemaal niet zo duur. Volgens mij hebben ze het zelf ook bij die hele goede kopen winkel die met de A begint. En dan bedoel ik niet AH, maar die andere, die AC.
Maar goed. Dus op deze manier kunnen we dus op een hele goedkope manier kunnen we dus de steentjes die nu niet zo perfect zijn, helemaal perfect maken voor de stenen schilderen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, deze tutorial, en dat je het handig vond. En abonneer op mijn kanaal YouTube. Het heet Gemstones. Ja, je mag het ook samen met mijn naam, Rosemarie Stevenson, en dan kom je vast wel op het juiste kanaal. Tot de volgende keer. De volgende gaat een grote portret worden. Doei doei, tot de volgende keer.